op een gegeven moment dan wil je, ja, wil je echt warrig ervan. En dat is moeilijk, is zeer moeilijk. En vooral ook met Melle. Melle die is jong en die is energiek en die wil van alles. En dan wordt er aanremmen om te leven. Hè. En dat is net goed voor Melle. Het is een zwiere dobber voor Heid Wiebe en zoon Melle Prins van restaurant en partycentrum Al Duts in de Westereen. Al Duts, vlakbij het spoor, is al jarenlang een begrip in de regio. Heid Wiebe staat op in jongetje 66. Melle nam de boel 4 wie lien oer. Mijn grote ambitie. Maar doe kwam 2 jaar in corona. De machteleersiet is grut. Als zij ze draait net of het vol net, om een bepaalde reden. Ik zeg altijd, maar kijk eens keren, wie bak alles niet zo zwart, dan wist bij het probleem leidt. En dan kerst dat invloed op uw oefening. Ja. En dit is iets, dat vind ik het moeilijkste. Je kerst geen invloed uitoefenen op het probleem. Hoe graag als dat worst. Dus, en dat maakt het me heel onrustig. Ik denk van ja. Normaal denk ik van, oh, de agenda wordt aan de lege kant, ik maak een nieuwsbrief komen, we maken wat social media dingen doen, we maken een flyer actie doen, maar de kerst nou doen, dan letten we zoals, maar het zwaar net voor een verbetering van de situatie. Heid Wiebe werkt al een skof lang mij op Eftegroen en zocht mij pine in het hert hoe het nou gaat. Het is een stukje levenswerk waar je dus altijd met 100 punten inzet draait en werkt. Ja, nu wordt het uiteindelijk door een vervelende situatie wordt het is onmogelijk maken. En dat is net alleen bij ons, dat is overal zo, maar het is vervelend. En dan moet je proberen erin te komen. Financieel, geestelijk vooral, want dat is belangrijk, geestelijk. Ja, hè? Ja, dat is het allerbelangrijkste. Je wordt depri ervan. Ja. Financieel docht het dus zeer, maar mentaal nog volle meer. Melk zelf kan er ook niet best horen en daar heb je ook best zwaar genoeg. Hè. De, ja, bijna oorspronkelijk, maar ik wil zeggen, ben je daarvan. Hè. Je wordt super emotioneel ervan. En, ja, je leeft er nachts van wakker. En dat ben we net wend. Moeilijk, zeer moeilijk. Ja. Zo'n Melle zit er zo dan dwars doorheen. Maar dan is hij Wiebe er altijd weer van de mentale stiepe. Ik waardeer het nooit wel, want ik ga wel regelmatig dat ik het, nou dan zie ik het even echt naar me zitten en dan denk ik toch van ja, dan kan ik het best even zien als hij het ondernemen. Die jou is altijd wel een positieve draai. Ja, en wat zei hij dan? Nou, de maakt het zo sfeer naar het inzien. Het is, je komt altijd wel met een suggestie, een verhaal waarvan ik denk van oh ja, komt eigenlijk wel goed. Ja. We gaan vroeger wel meer mee maken. Hè. Er is wel eens vaker wat gebeurd in die 45 jaar, 46 jaar geweest. En als ik dat wel eens net zetten, John, dan zit ik kijken en denk, nou, wat dit goed komt, komt alles goed. En toch is alles altijd weer op zijn poortjes gekomen, want ik hou er de goede zin erin. Ik ben altijd aanwezig en ik denk, daarvoor.